Welkom bij jouw eerste anatomische les op het SIOS. In periode 1 zijn we voor het vak trainingskunde vooral aan de slag gegaan met de fysiologie, dat is de werking van jouw lichaam. In periode 2 gaan we meer aan de slag met anatomie, de bouw van jouw lichaam. In periode 2 gaan we veel leren over botten, over gewrichten, over spieren. En dat gaat allemaal in het Latijn. Dat stamt een beetje van vroeger, uit oude tijden. Hier zie je een mooie schilderij van Rembrandt, die een van de eerste anatomische lessen die er werden gegeven, prachtig heeft vastgelegd. In de anatomie wordt de Latijnse taal gebruikt. Als trainer die iets van spieren of gewrichten of botten af wil weten, moet jij dus ook een klein beetje van de Latijnse taal afweten. Nou, dat is natuurlijk erg handig, omdat je in het Latijn met internationale collega's makkelijk kunt overleggen. Iedereen ter wereld weet wat de scapula betekent, je schouderblad bijvoorbeeld. Het is ook handig omdat in de Latijnse taal heel erg veel informatie zit. De Latijnse taal is heel erg informatiedragend. Als anatoom moet jij om te beginnen weten wat de anatomische houding is, de anatomische stand. Daar ga ik je bij helpen. Ga maar even voor je computer staan. Doe maar. Laat je armen ontspannen naast je hangen. Draai je handpalmen vooruit. Je voeten zet je op schouderbreedte neer. En je kijkt recht voor je uit. Als het goed is, sta je nu in deze stand. Dit noem je de anatomische houding. Hier zie je hem van voor, hier zie je hem van achter. Een erg handige stand, want je kan precies zien hoe jouw lichaam is opgebouwd, hoe jouw spieren lopen en welke botjes en gewrichten op welke plek in jouw lichaam zitten. In dit geval zou het veel ingewikkelder zijn om daar een interessante uitspraak over te doen. Daarom kijken we altijd als anatoom vanuit de anatomische stand naar het lichaam. In de anatomie maken we gebruik van richtingsaanduidingen die altijd hetzelfde zijn. Daardoor kan je heel makkelijk aangeven waar een botje of een spier bijvoorbeeld zich bevindt. Mediaal en lateraal wil zeggen iets ligt mediaal als het in het midden van het lichaam ligt en lateraal als het meer naar de buitenzijde ligt. Ventraal en dorsaal zegt iets over de buikzijde of ligt nou iets aan de rugzijde. De volgende richtingsaanduidingen mag je zelf even achterhalen. Kijk goed naar het plaatje, zet het filmpje straks even op pauze, zodat je weet wat de richtingsaanduidingen die hier staan betekenen. Bedenk je goed dat dorsaal 3 keer voorkomt. Dorsaal kan dus betekenen aan de rugzijde. Dorsaal kan ook betekenen de rugzijde van je hand. Of de rugzijde van je voet, de voetrug. Hier zie je een aantal Latijnse namen van belangrijke botten weergegeven. Misschien ken je er al een paar, bijvoorbeeld de clavicula, het sleutelbeen, die kennen veel mensen al. Misschien ken jij de femur al, het bovenbeen. Maar er zullen vast ook een paar namen tussen zitten die je nog niet kent. In de les gaan we die uitgebreid bespreken. Ik geef je er hier toch alvast 2, zodat je wat beter voorbereid aan de les kan beginnen. Bijvoorbeeld de ossa metacarpalia. Dat zijn de middenhandsbeentjes. Dat kun je jezelf bedenken doordat ossa betekent bot, meta betekent midden en carpalia betekent van je hand. Dus de botjes in het midden van je hand. Zo heb je hier ook de teenkootjes, de phalangen, de kootjes van jouw voet, van jouw teen. In de les gaan we al deze namen uitgebreid bespreken, dus we zien jullie snel.